Hoewel het onderwerp de republiek in een tijd van vorsten vooral lijkt te gaan om politiek en om religie, is de economie toch ook heel erg belangrijk. In dit onderwerp gaat het de hele tijd om de vraag hoe de republiek zich kan verweren tegen andere grote landen zoals Engeland, Frankrijk en Spanje. En de belangrijkste reden waarom dat kleine landje de republiek zo lang mee kan doen tegen die grote jongens, is uh, door de economische voorspoed die hier heerst, want daardoor kan men een groot en sterk leger betalen. En nou, je ziet hier al staan, de Republiek verliest haar voorsprong. We hebben dat ook al in het vorige filmpje van hoofdstuk 4 gezien. De Republiek vindt het steeds lastiger om op te boksen tegen grote landen als uh, Engeland en Frankrijk. En ja, de reden daarvoor, die werd in het vorige filmpje al een beetje gegeven. Maar hier komt misschien wel de voornaamste reden voorbij. De economie gaat namelijk achteruit. Daardoor lopen de inkomsten terug en wordt het dus lastiger om een groot leger op de been te brengen. Tot het rampjaar 1672 had de Republiek een economische voorsprong op Engeland en Frankrijk. En ik haal even iets terug uit het uh, filmpje van hoofdstuk 3 over de economie. Dat eindigde eigenlijk met uh, de tekst die je hier nu ziet. Waarom had die Republiek een voorsprong? Nou ja, heel simpel gezegd, omdat het een klein land was en die kleinschaligheid zorgde ervoor dat uh, men heel nauw met elkaar samenwerkte. Dirigenten, de bestuurders, die hadden heel nauwe contacten met de kooplieden. Vaak waren dat dezelfde mensen, of ze kwamen in ieder geval uit dezelfde familie. Daarnaast was de, het volume van de handel uh, in de Republiek heel erg groot. Er werden allerlei verschillende soorten goederen werden verhandeld. En in Engeland en Frankrijk zag je dat uh, ja, het volume van die handel een stuk kleiner was. Maar vooral waren Engeland en Frankrijk nog steeds in opbouw. Het was uh, heel onrustig in die landen. Burgeroorlogen zorgden ervoor dat ze vooral toch op zichzelf gericht waren en niet zozeer naar het buitenland konden kijken. En dan haal ik weer even dat verhaal van het machtsevenwicht terug. Dan zie je dus dat de republiek sterker is dan Engeland en Frankrijk bij elkaar. Maar ja, we hebben ook al gezien dat de republiek in 1672 door Engeland en Frankrijk aangevallen wordt. En dat is ook een teken van de veranderende economische verhoudingen in Europa. En die veranderingen beginnen eigenlijk al aan het begin van de tweede helft van de 17e eeuw. Vanaf 1650 krijgt de republiek al economische problemen. De handel begint terug te lopen, de nijverheid loopt terug en daardoor neemt ook de landbouw af. En we gaan nu eens even kijken wat daar de voornaamste redenen voor zijn. En een van die redenen hebben we in het vorige filmpje van hoofdstuk 4 ook al even gezien: dat is namelijk het zogenaamde mercantilisme. Die politiek in de 17e en 18e eeuw, die erop gericht was om de nationale economie te versterken. door het bevorderen van de export en het beschermen van de eigen productie. door het afremmen van de import. En zowel Engeland als Frankrijk gaan eraan doen. En we gaan eerst eens even kijken naar Engeland. Engeland neemt een aantal mercantilistische maatregelen. Die zagen we in het vorige filmpje over hoofdstuk 4 ook al voorbij komen. En de voornaamste mercantilistische maatregel wordt in 1651 ingesteld. Dat is de zogenaamde Akte van Navigatie. En de samenvatting van die akte van navigatie die is eigenlijk als volgt: dit uh, stuk is letterlijk vertaald eruit. Goederen en producten uit Azië, Afrika, Amerika of uit de Engelse kolonies mogen alleen maar geïmporteerd worden in de Commonwealth of Ierland of andere gebieden die bij Engeland horen. door schepen bezit zijn van mensen afkomstig uit de Commonwealth of de kolonies. Wat wordt hier eigenlijk gezegd? Er mogen alleen nog maar producten naar Engeland vervoerd worden door Engelsen zelf of door mensen. Uit de gebieden waar ook die producten vandaan komen. En hier werd één land in het bijzonder mee getroffen met deze maatregel, dat was de Republiek. Want de Republiek was niet rijk geworden door het uh, exporteren van eigen producten, maar vooral door het verhandelen van allerlei verschillende producten uit allerlei verschillende gebieden over de hele wereld. En uh, Engeland was jaloers op de Republiek, en daarom namen ze eigenlijk deze wet aan. Zij wilden de economische macht van de Republiek breken. Maar goed, dit staat dus in contrast met wat de Republiek eigenlijk zelf wil. Denk even terug aan die Hugo de Groot die we in hoofdstuk 3 al voorbij zagen komen met Mare Liberum. Daarin werd gezegd dat de zee vrij was. En dat kwam eigenlijk dus neer op hetgeen er onder die afbeelding van Hugo de Groot staat. Er staat ieder volk vrij met ieder ander volk contact te leggen en met dat volk handel te drijven. Dat was de opvatting van de Nederlanders, daar waren ze ook rijk mee geworden... En Engeland zegt nu, nou, voor Engeland geldt dat in ieder geval niet meer. En dit was dus een wet die vooral gericht was tegen de Republiek. Het gevolg hiervan hebben we in het vorige filmpje van hoofdstuk 4 ook al gezien. Dat zijn die handelsoorlogen, de Eerste en de Tweede Engelse Zeeoorlog. Nou, is die acte van navigatie natuurlijk al uh, slecht voor de handel van de Republiek. Die handelsoorlogen zijn dat ook, want veel Hollandse handelsschepen worden tijdens die oorlogen vernietigd. En dit mercantilistisch beleid van Engeland. Het brengt dus grote schade aan de zeehandel van Holland toe. Oké, okay, hoe zit dat in Frankrijk? In Frankrijk hebben we gezien dat Lodewijk XIV aan de macht is gekomen. En ook daarvan hadden we al gezien in het vorige filmpje van hoofdstuk 4 dat hij allerlei mercantilistische maatregelen in ging voeren. En uh, wat deed hij vooral? Nou ja, hij ging vooral de importtarieven verhogen. Zo probeerde hij de import in Frankrijk te beperken. En ook daar werd vooral de Republiek weer mee getroffen, want Lodewijk XIV liet vooral de importtarieven op producten die de Hollanders verhandelden verhogen. En dat uh, waren producten zoals bijvoorbeeld suiker, textiel, uh, haring, Delfts aardewerk en nog allerlei andere producten. En het werd voor Nederlanders dus steeds moeilijker om hun producten in Frankrijk te verkopen, want ze werden door die importtarieven te duur. Nou ja, daarnaast zorgde Engeland en Frankrijk er ook voor dat ze hun eigen export gingen stimuleren. Dus dat voor andere landen ook aantrekkelijker werd om Engelse of Franse producten te kopen. Dus dat was ook nog een nadeel voor de Nederlandse handel. Nou ja, en dan komt de economie van de Republiek in een neerwaartse spiraal. Want de handel neemt dus af. Maar doordat de handel afneemt, neemt ook de nijverheid af. En doordat de nijverheid afneemt. Neemt de handel weer af. En omdat die handel weer afneemt, neemt de nijverheid weer af en zo verder. Het is dus echt een neerwaartse spiraal. Om even een voorbeeldje te geven. Als de zeehandel afneemt, betekent dat dat er minder schepen nodig zijn. Daardoor gaat de nijverheidssector van de scheepbouw achteruit. En doordat er minder schepen gebouwd hoeven te worden, hoeft er dus weer minder houthandel plaats te vinden. Daardoor gaat die houthandel dus weer achteruit. En zo blijft dat elkaar versterken. En in de tweede helft van de 17e eeuw komt die economie dus langzaam rand in een neerwaartse spiraal terecht. En in de 18e eeuw zet zich dat voort. Er zijn wat uitzonderingen, bijvoorbeeld de koloniale handel van de VOC, die blijft eh, groeien. Maar over het algemeen gaat de economie achteruit. En dat zorgt voor een ander probleem. Want de schulden van de Nederlandse overheid die lopen op. En dat heeft grote politieke gevolgen. Want zoals aan het begin van dit filmpje al gezegd. Uh, de republiek kon heel lang meedoen met de grote landen omdat zij genoeg geld hadden om een sterk leger op de been te brengen. Om zowel te zorgen voor een sterke oorlogsvloot als voor een sterk landleger. En ja, nu konden ze dat steeds moeilijker betalen. En ook hier zien wij weer een neerwaartse spiraal. Want doordat de economie terugloopt, we beginnen even rechtsboven in het uh, diagram, uh, lopen ook de belastinginkomsten terug. Maar dat leger moet natuurlijk wel betaald worden, er zijn nog allerlei andere uitgaven van de overheid. Dus die overheid die moet gaan lenen waardoor de schulden toenemen. Ja, om dat geld weer uh, terug te krijgen moeten de belastingen weer verhoogd worden. En als de belastingen weer verhoogd worden, ja dan is dat natuurlijk weer nadelig voor de economie. En als de economie dan weer achteruit gaat, dan nemen de belastinginkomsten weer verder af. Waardoor de overheid weer meer moet gaan lenen en dan kom je dus in de visuele cirkel terecht. De schulden van de overheid die blijven ook alleen maar oplopen. omdat, zoals we in het vorige film van hoofdstuk 4 ook al zagen. Eh, zeker onder leiding van die stadhouder Willem III. de Republiek toch ook deel wilde blijven nemen. aan dat hele Europese machtsspel. Al die coalitieoorlogen waar de Republiek deel aan nam. die kosten enorm veel geld. En de schulden liepen dan ook enorm op. En dat betekende eigenlijk de definitieve nekslag voor de Republiek in internationaal opzicht. Er is één groep in de republiek die dat helemaal niet erg vindt, en dat zijn de regenten. Want die regenten, die in de uh, 17e eeuw nog heel rijk waren geworden vanwege de handel, die gingen nu steeds meer rentenieren. En die leenden heel veel geld uit aan de overheid, zij hadden immers geld. Zo kon uh, de overheid dus dat leger blijven betalen. Maar in ruil daarvoor wilden die regenten natuurlijk wel uh, renteinkomsten hebben. Zij profiteerden dus eigenlijk van de oplopende schulden. En dat in die republiek vanaf 1702, vanaf het tweede stadhoudeloze tijdperk, de macht steeds meer in handen kwam van de kleine vaste groep regentenfamilies, werd er ook weinig aan gedaan om die schuldenlast te verminderen. En daardoor is de economie van de republiek er nooit meer bovenop gekomen en is de rol van de republiek in internationaal opzicht dan ook uitgespeeld.